Als ik niet kijk, heb ik het niet gezien. Heb ik het niet gezien. Wist ik er niets van. Kunnen ze mij niks maken, dus ik kijk niet. Als ik niet praat, heb ik het niet gezegd. Niets van, kunnen ze mij niks maken, dus ik praat niet. Politiek, 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 ben er niet, ken ze niet. Politiek, 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 kijk niet, dus ik zeg niets. Als ik niet lees, weet ik het niet. Weet ik het niet. Dus ik er niets van. Kunnen ze mij niks maken, dus ik lees niet. Politiek. Ik kijk niet, dus ik zie. Foto's en filmpjes, maar wij vragen u vriendelijk uw flits niet te gebruiken. Dit omdat deze avond live geregistreerd wordt. Het groot Leids verkiezingsdebat wordt mede mogelijk gemaakt door de grote vijf Leidse studentenverenigingen Minerva, Augustinus, SSR, Catena en Quintus. Dan nu graag uw aandacht voor uw gastheren van vanavond, Jort Kelder en Guido Marchena. Gehoorzaamheid in deze prachtige tempel van de cultuur. Ik moet meteen zeggen dat dit fantastische debat wordt georganiseerd door de grote Leidse studentenvereniging. Volgens mij zitten ze daar erg vertegenwoordigers, misschien een paar handen naar boven. Dat zie je. Dan kun je GroenLinks nog even corrigeren met het geval dat daar nog een gaatje van een paar miljard zat. Mag ik even.
Dat zegt D66 dan weer, dat mogen ze zelf een beetje doen. Ik wil even wat zwaarlicht. Als dat kan. Technisch is het even zo dat als je daar achterin zit, ik vind het eigenlijk wel leuk als je gewoon zo hard mogelijk roept. Dan luisteren we even goed en dan stel je een vraag. Er zijn stellingen bedacht, kun je wel een beetje bedenken op onderwijs, defensie, de dingen die besproken worden. Maar ik vind het eigenlijk wel aardig als we het wat vrijer maken. Dus die politici die hier staan, gooi het ze gewoon voor de voeten. Waar moeten wij het over hebben? Roep eens even. Referendum, bent u lid? Hoe kan dat nou? Ja? Referendum. Wie is hier voor een... We hebben niet een corrigerend referendum, we hebben een raadgevend referendum. Nou, even dan. Wie is er voor referendum? We moeten referendum hebben in Nederland. Mag de handen zien. Nou, dat laatste katertje. Ja, dat zijn er niet zoveel meer. Grappig. De D66ers. Het is licht suicidaal van die partij, maar ze blijven er dan toch maar voor. Je zit hier wel in de D66-zaal, hè? Nou, Leiden is een vrij groot stap. Wie weet hier al wat hij gaat stemmen? Nee. Dat is, wie weet het absoluut niet, die zweeft. Dat is niet veel mensen. Wat? Ja. Wat is het verschil? Is dat er hier een verschil? Ik denk de leeftijd. Dat is de leeftijd. Oké. Okay. Maar hij heeft 2 jaar lang een campagne gevoerd, Jort, dan krijgen ze een polo. Oh, dan krijg je echt een polo. Ik wil even alleen weten. We hebben het over de toegang tot het onderwijs, tot hoger onderwijs. Wat weten we nu qua aanmeldingen, HBO, universitair? Sinds dat leenstelsel. Dus één jaar lang ja. Gedaan. Weet je hoe het gedaan is? Door de angstverhalen van CDA en SP. Die hebben zoveel angstverhalen de wereld ingejaagd dat mensen dachten, ik kan niet meer gaan studeren. Na een jaar weet iedereen dat het een goede regel is. En is gewoon iedereen weer gaan studeren. Zijn de mensen, ik blijf lekker doen. Dat is wat er gebeurd is. Ja. We hebben nu bijvoorbeeld de situatie in Syrië. Waar IS enorm huishoudt op een verschrikkelijke wijze. En aan wie laten we het op deze manier over? Aan Poetin. En wat doet hij? Die zorgt ervoor dat Assad daar lekker aan de macht kan blijven. Als Europa zich niet en Nederland zich niet met dat soort conflicten kan bemoeien, dan is een vredesleger, klinkt heel leuk in verkiezingstijd. Het RTL debat gezegd dat hij wel wil investeren in veiligheid in het land. Dat betekent dat er meer geld moet gestopt worden, dat is letterlijk gezegd in de Marseillaise. Misschien mag ik daar één ding tegen inbrengen, want je gebruikt, en dat vind ik een mooi woord, het woord solidariteit. Maar beste mensen, de solidariteit van de SP betekent dat als jullie zeggen 65 moet 65 blijven, dat kost meer dan 12 miljard. En weet je wie de rekening voor dat prachtige idee betaalt? Jullie allemaal hier in de zaal. Dat is jullie solidariteit. Die zien we natuurlijk aankomen, ja. Maar waarom doe je er dan niks aan? Het is duur om mensen die hard hebben gewerkt met AOW of met pensioen te laten gaan. Maar we hebben nu geen algemene werkgelegenheid. Dus heel veel jongeren zoeken een baan. In de afgelopen jaren heeft uw kabinet er mede voor gezorgd dat het heel vaak flexbanen zijn. Jongeren bouwen helemaal niet aan hun eigen pensioen. Wij zeggen, maak mensen nou niet bang, maak er geen generatieconflict van, maar investeer. Investeer in jongeren die willen werken en investeer in ouderen die dat lang gedaan hebben en die dat nu niet meer kunnen. Ik ben 5 minuten aan het woord geweest daar. Als nou het hoofd van onze inlichtingen- en veiligheidsdienst gewoon aangeeft naar niet alleen het kabinet, maar ook naar onze samenleving, dat hij meer instrumenten nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Waarom ben jij daar dan tegen? Nou, dat zal ik even uitleggen. Dat heb ik namelijk net al gezegd. Elke keer blijkt opnieuw dat de informatie die nodig is om terroristen op te pakken beschikbaar is. Dan wel bij een Belgische dienst. U valt in herhaling. Ja, luister even. Ze stelt een vraag en ik geef het antwoord. GroenLinks. Passeert u D66 nog een beetje links in deze? Nee, we zijn het op dit punt heel erg met elkaar eens. Kom maar. Kijk, ik denk dat het helder is als we het over klimaatvraagstukken hebben, dat wij als GroenLinks daar veruit stevigst voor staan, dat we daarvoor durven grote veranderingen door te voeren, dat we daarvoor ook durven een belastingstelsel stevig te veranderen. Dat leidt wel tot wat kritiek van dat het allemaal wat stevig is. Dit moet zo stevig, anders 27 miljard omgooien. 27 miljard omgooien, maar overigens besparen op last op arbeid, waardoor er ook niet de portemonnee geraakt wordt, maar wel de milieuvervuiling en vermogen, dat kan. En daar zou ik met deze 62 heel eind in kunnen komen. En ik hoop... Maar met de SP wil je het liefst regeren en die wil op dit punt veel meer. Wij hebben meerderheden nodig en iets meer partijen. Maar ik wil even duidelijkheid op die vraag, misschien ook van andere paneleden. Is dat
economische programma van GroenLinks, die absoluut het verste gaan in hun belastinghervorming, vergroening. Waar misschien ook nog een paar open eindes in zitten. Pechtold zegt iedere keer 7 belastingverhogingen.